Haar moeder heeft gewerkt hier in de tijd dat het dus een jongens, heel chic jongensinternaat was. Ja. Ja. Ja, die werkte hier toen. Ja, alleen maar jongens, geen meisjes. Nee. Dus niet dat ik hier rondliep. Dit is de Kamer Edith. Het is allemaal abstracte kunst, hè? Dit is niks realistisch. En was dit ook hier in de poot, deze foto? Nee, dit is gewoon denk in een atelier genomen. Of in een foto atelier, ja. We moeten haast in de foto. Ja. 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 Ja, leuk. Geweldig. Ja, maar meneer Krol die heeft het, meen ik, in 1922 van de familie gekocht. Ja. Ik zou u graag wat willen vertellen over de ruimte waar we nu zijn en wat hier zoal gebeurt. Dit is dus oorspronkelijk de kapschuur geweest waar een heel groot vrachtwagen in stond met carillons. Meneer Raadjes, en dat kunt u ook zien op de nieuw gebouwde woning hier, was gek van carillons en die heeft dus hier en bij de dienstwoning een carillon installatie laten bouwen. Deze doet het ook echt nog. En hij had ook een vrachtwagen waar hele grote klokken ingebouwd zitten. En die doen het ook nog. Die komen één keer per jaar hier voor kindjes spelen. Dat stond dus hier geparkeerd en ja, daar stond hij in ieder geval droog. Kijk naar mijn secondant. Nou, een x-aantal raampjes zijn hier ingeplaatst. En met de bedoeling dat het zo ja, dicht mogelijk bij de natuur blijft zijn hier. He, je zit hier en in de zomer zijn de ramen open. Wij zijn hier gekomen met het Herman van Veen Art Center in goede samenspraak met het Utrechtse Landschap. Het Utrechtse Landschap vond het heel belangrijk dat de nieuwe bewoner van de Pals de natuur net zo wil respecteren en ja, blijven waarderen zoals zij dat doen. Er lopen hier reeën rond, dassen, vossen, nou ja, verschillende bijzondere vogels vliegen hier rond. En dat willen we ook heel graag dat dat zo blijft. De kapschuur waar we nu zijn, hier worden voorstellingen gegeven door de ja, producties van Harlekijn zelf. Dus dat zijn de voorstellingen van Herman. Hij repeteert hier en hij doet hier try-outs. Maar er zijn ook allemaal andere jonge talenten die hier een podium aangeboden krijgen. Maar we hebben ook van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag kinderen vanaf 8 jaar gehad die hier de prachtigste pianostukken of vioolstukken speelden. Het concept is bedacht dat mensen stoelhouder kunnen worden hier. En het stoelhouderschap verwerft je altijd een plek voor een voorstelling of dat je gebruik kan maken van de faciliteiten die wij hier hebben. We verkopen dus nooit kaartjes. Als een stoelhouder niet naar een voorstelling komt, biedt het ons de gelegenheid om andere mensen die wellicht niet zo snel naar een voorstelling zouden kunnen komen uit te nodigen. Dus ja, de minder bedeelde portemonnees die moeten hier ook toegang kunnen krijgen. En dat doen we dan eigenlijk op uitnodiging van ons. Of ja, als mensen zelf zich melden bij ons en er is plek, ja, dan kunnen we eens kijken of die mensen ook hier kunnen genieten van een voorstelling of een concert. Het Artcenter, daar hangen natuurlijk alle kunstwerken zoals u juist heeft gezien. Schilderijen huren hier en dat is dan 1% van de aankoopwaarde. Waardoor je dus ook voor ja, mensen met de kleinere portemonnee het mogelijk maakt om een Alfred Jodocus kwakcel of een schilderij van Herman ja, aan de muur te kunnen hebben. Woensdagmiddag zijn de kindervoorstellingen hier altijd om 3 uur. En een stoelhouder gaat niet 10 keer naar Alfred Jodocus kwak en we zijn weer zwanger. Dus daar hebben we eigenlijk altijd wel ruimte voor mensen en dat willen we ook graag. En de andere voorstellingen, we hebben ontmoetingsmiddagen. Dan vertellen en zingen Herman en Edith over, ja, over de Pals en over hun leven vertellen ze. En waarom ze hier terecht zijn gekomen. En we hopen dus ook ja, in de toekomst dat het pand snel weer de witte kleur terugkrijgt. En dat het er weer prachtig uit komt te zien zoals wellicht een aantal van u het zich kunnen herinneren van vroeger. En, het Utrechtse Landschap gaat 20 april de poorten openzetten, dus dan kunt u ook wandelroutes hier gaan lopen. En bij ons kunt u altijd terecht op afspraak, want u bent altijd van harte welkom. Maar we willen graag weten wie er komen, zodat we ja, ons erop in kunnen instellen.